Bravo. We zijn er weer. Het raadspersoon, de wekelijkse terugkeer in een podcast met mij, Paulus Historicus. En ik heb Pascal bij me weer. Jeetje, weer. Maar je moet er wel ook bij gewoon vertellen dat het is nu 8:00 ochtends. En we zitten gewoon 8:00 ochtends en we zijn al zo scherp als een mes. Zeker, zeker, zeker. Ja, we hebben we zitten een beetje te brainstormen. Want we hebben natuurlijk vorige week gehad over het Midden-Oosten. Dit is part 2, hè, deel 2. En eigenlijk zitten we een beetje met elkaar te brainstormen van oké, wat is nou de reden waarom er zoveel tegenstellingen zijn tussen het Midden-Oosten en het Westen? En ja, er kwamen wat interessante dingen uit, of niet? Nou ja, zeker. De vergelijking is dat we, of de vergelijking die je nu net maakt, is, kijk, het begint met die spotprint, weet je wel. Ja. Ja, wij vinden dan maar, vanuit onze westerse normen en waarden en cultuur, dat je dan maar alles en iedereen kan en mag beledigen en dat je dat dan maar moet accepteren. Dus heel kort door de bocht. En dan vinden wij dan maar dat we dit mogen moeten kunnen laten zien. Nou, mensen worden daar boos over. Maar aan de andere kant, wat jij terecht zegt. Ja, als wij onze tradities moeten gaan veranderen in... Nou ja, waarvan Zwarte Piet een hele, heel mooi voorbeeld is. Ja. Dan wordt er ook moord en brand geschild. En kijk... Dan wordt er ook geïntimideerd. Ik heb daar echt een mooi voorbeeld van. Dat op het Malieveld stonden toen mensen te demonstreren tegen Zwarte Piet. En dat was echt best wel een boze massa. En die waren boos dat Zwarte Piet werd. Dat dan straks niet meer mag, want dat is onze traditie. En daarna stond een vrouw. En die was ook aan het demonstreren. Maar die stond te demonstreren voor een minderheid in Indonesië. En dat had helemaal geen reet te maken met die hele Zwarte Piet. Maar die massa, die keerde zich tegen die vrouw. Want die dacht van, ik snap dit niet en waar gaat dit over? Dus je bent tegen Zwarte Piet. En die vrouw die moest gewoon echt onder politiebegeleiding van dat Malieveld worden gehaald. Maar dat had er geen reet mee te maken. En dan zou je zeggen, ja, tuurlijk, waarom zeg je dit? Ja, dit heeft dit dan iets... Kijk, dat onthoofden van mensen, dat is dan stap 2. Maar eigenlijk, weet je, dat zijn ook... dat is echt het ultieme vorm van geweld, dat je mensen doodmaakt. Maar aan de andere kant, zo'n massa die zo'n vrouw gaat bedreigen... en die dus onder politiebegeleiding weg moet... Kijk, dit is niet met elkaar te vergelijken... maar het zijn wel allebei vormen van geweld. Dus ook wij... als we het dan over weer wij en zij hebben... als ons aan onze tradities wordt gezeten... en dat onze tradities worden ingeperkt... en dat er dan iets over wordt gezegd... dan worden we er ook boos over. Ja. En ik vind dus... dat was een mooi artikel in de Volkskrant... als je de profeet beledigt... ja, dan mag je daar best boos over zijn. Ja. Waarom niet? Ja, precies. Nou, ik ben het wel mee eens. En dan... ik heb zelf ook een voorbeeld. Mijn dochter die is die zit bij een dansvereniging. Die is altijd Zwarte Piet, weet je wel, met de intocht met Sinterklaas. En de laatste keer, dat was dus vorig jaar, ging dus kijken. Want ja, weet je, het is toch best wel een verhitte discussie, hè, Zwarte Piet wel of niet. En in Dordt hadden we dan nog echt Zwarte Pieten. Volgens mij zat er ook wel een paar roetveegpieten bij, hoor. Maar in ieder geval hadden we ook Zwarte Pieten, dus er stond ook bij onze grote kerk stond daar een groepje. Nou, ik denk dat het 30 man was, 40 man misschien. Die was aan het protesteren, weet je wel, Black Lives Matter en tegen Zwarte Piet en kick Zwarte Piet out, weet ik veel wat het was. Maar die stonden daar gewoon stil, hè. Dat is gewoon heel een bordje omhoog. Voor de rest gebeurde er niks, dat was alles. Dus geen spreekkoren, joelen, helemaal niks. En tegenover dat groepje, er stond natuurlijk politie bij en daar tegenover stond... echt een grote groep met, ja, ik denk dat het voetbalhooligans waren of iets dergelijks, die maar bleven provoceren van, en liedjes zingen over Zwarte Piet. En ik echt af van, even serieus, weet je, kijk, of je nou voor of tegen Zwarte Piet bent. Kijk, ik heb gelukkig kinderen die zo groot zijn dat het me echt geen reet meer kan interesseren, heel die kut Zwarte Piet. Maar, ja, weet je, waarom, het is zo'n... Er zit niks tussen, snap je wat ik bedoel? Er is geen zwart, nee. Er is geen grijs gebied, weet je? En dat geldt voor iedereen, hè? Dat geldt natuurlijk, wat jij ook zegt, de onthoofden is natuurlijk stap 2. Maar ja, natuurlijk, waarom mag je niet boos zijn als iets van jou beledigd wordt? Ik,
Ja, ik denk dat het op hele kleine schaal ook gewoon gebeurt. Als jij zegt dat iemand over een lelijke auto heb jij, dan wordt die ook al boos, weet je wel. Maar dat moeten we dan allemaal maar niet. Je kan niet allemaal niet beledigd zijn. Ja, dat kan gewoon niet. Mensen hebben gewoon gevoel en dat wordt beledigd. En dat, ja, dat kan dus zijn om een westerse traditie, kan zijn om een islamitische traditie. Het feit is hoe we ermee omgaan en hoe we met elkaar eruit komen dat iedereen ja, er toch blij mee is. Of in ieder Nou, geval het wat ik accepteert. gewoon gevaarlijk vind, is dus dat polariseren. Dat is echt gewoon een heel groot gevaar. Ja. En dan zie je dus ook, je bent dus of voor of je bent tegen en daartussen is er helemaal niks. Precies. Nou, dat ben ik het niet helemaal mee eens. Alleen ik denk dat er een grote meerderheid is die nou ja, stilzwijgend gewoon zijn mond houdt. En dat altijd degene met de grootste mond. Ja, dan maar dat voortouw neemt en die krijgt een aantal volgers achter zich aan. Ja, en dan heb je inderdaad een groep. En die groep staat dan lijnrecht tegenover die andere groep. Ja, en ja, dan heb je het. En ik vind dat, zeg maar, het gebruik van de media en de social media, dat draagt daar ontzettend aan bij. Dus ja, het gebruik daarvan, nou, gebeurt nog altijd door mensen. Dus ik vind dat je daar zou moeten beginnen en op scholen van ga daar dan eens een keer mee over gesprek, weet je wel, weet je, dat je dan ook kan vertellen waarom je dan beledigd bent. En Ja. ik vind dat je daar moet het gesprek over gaan. Ja, eens. Ik ben wel benieuwd, zeg maar, want ik denk dat niet per se door de docent gedaan moet worden, anders dan dat de docent, zeg maar, ook echt daar een soort begeleid wordt of zo, hè? Want het zijn best wel moeilijke gesprekken die je in goede banen moet leiden. En ik kan me voorstellen dat er een hoop docenten zijn die zich misschien daar niet prettig bij voelen, en misschien niet kunnen. Om het in goede banen te leiden. Nou ja, en daar ligt dus een kans. Want als ik ook nou ja, als veteraan in de klas kom en en je komt dus op een school en dan wordt er op een gegeven moment wordt gezegd van ja, jullie zijn de moderne kruisvaarders. Ja, dan kan je natuurlijk zeggen van ja, nou, dat vind ik niet tof dat je dat zegt. Maar in zijn beleving voel je dat dus wel zo. En of dat dus is aangepraat, of dat je daar onderzoek naar hebt gedaan, of dat maakt dan allemaal niet uit. Maar het is dus wel een sentiment wat je dus hebt. En dan is het interessant om daar eens over te praten. En dus door te vragen van, nou ja, maar hoe kom je daar dan bij? Weet je, nou ja, goed, waar baseer je dat dan op? En dan kan je echt een heel interessant gesprek krijgen. Ook al is dat helemaal nergens op gebaseerd, maar dan is het nog wel interessant om te weten, nou ja, waar komt dat sentiment dan vandaan? En door wie is je dat dan ingegeven? En toen het tegen mij werd gezegd, dacht ik van ja, flikker op man, waarom zeg je dat? Want zo is dat helemaal niet, want wij komen daar vrede en rechtvaardigheid brengen. Maar ja, aan de andere kant denk ik, ja, je zegt het wel, maar je hebt ergens ook wel een punt. Want als je dan teruggaat in de geschiedenis, dan denk ik van ja, wie zijn wij om daar maar eventjes vrede en veiligheid te komen brengen? Weet je, Ja. nou ja, aan de ene kant is het. Vind ik dat dan ook wel een bepaalde mate van arrogantie dat wij dat dan maar doen. Want kijk, en dan is het wel mooi om in die geschiedenis te kijken. Nou ja, dan vind ik dat wij als westerse wereld in dat gedeelte van de wereld toch wel aardig een rotzootje ervan hebben gemaakt. Ja, nou, dat is een goede brug, denk ik, Pascal. Heb je goed gebouwd? Ja. Ben ik, hè, bruggenbouwer, verbinder. Bruggenbouwer, kijk, mooi, mooi, mooi. Nou, laten we dan eens beginnen. Waar wil je beginnen? Want jij zei van nou, ik heb me eens even goed. Ik heb er goed naar Ja, gekeken. goed. Ja, weet je wat het is? Meestal als ik in huiselijke kringen wel zo'n gesprek heb, je hebt het er wel eens over, dan wordt mijn vriendin altijd, die wordt er altijd doodziek van, want die begint altijd, ja, dan heb je hem weer met zijn geschiedenis. Maar ik vind wel dat de meeste mensen weten het ook dus niet, dat die Arabieren. Die zijn gewoon echt gewoon genaaid. En die zijn gewoon genaaid, zoals ik dat dan zie, uit eigen belang voor de Fransen en de Engelsen, oftewel, nou ja, West-Europa. En ik vind dat Sykes-Picot-verdrag, dus dan gaan we even terug naar begin 20e eeuw. Ja, weet je hebt gewoon mensen echt gewoon gebruikt. Je hebt mensen gewoon echt genaaid om daar eigen voordeel uit te halen. Ja.
ik begrijp wel dat jij dat je dan wil jij wraak. Ja. Zullen we het eens in een tijdlijn gaan plaatsen? Dan, ik denk dat we... Altijd handig. Ik denk dat het goed is om te beginnen rond het verdrag van Wenen. En na de val van Napoleon. Het congres van Wenen, moet ik zeggen. Word je zover terug? Ja, want daar begint het eigenlijk. Op dat moment is het Ottomaanse Rijk een beetje in verval geraakt. Door middel van... Zo'n rijk heeft natuurlijk, dat is heel groot, dat kost heel veel geld. Nou, ze hebben diverse zaken hebben ze ingesteld om, denk bijvoorbeeld aan het, nu wordt het heel onsamenhangend. Het Ottomaanse Rijk valt uit elkaar. Nou, dat heeft ermee te maken dat onder andere de handelslieden die daar zijn. Dus op het moment dat je handel drijft in het Ottomaanse Rijk, dan moet jij veel geld betalen. Op een gegeven moment zie je dat in de westerse wereld, dan komt de industriële revolutie. Dus alle producten die gemaakt worden in het westen worden echt spotgoedkoop gemaakt. En ze vinden een nieuwe afzetmarkt in het Ottomaanse Rijk. Maar wat is nou het geval? Op het moment dat je dus goederen importeert, dan hoef je niet, en doorverkoopt, dan hoef je niet zoveel belasting te betalen. Op het moment dat jij het zelf maakt, in het Ottomaanse Rijk zelf dus, betaal je veel belasting. Dus dat betekent dat producten die in dat Rijk gemaakt worden veel geld kosten. En dat goederen die dus geïmporteerd worden goedkoop zijn. Waardoor dus het kapitaal wegvloeit uit dat Ottomaanse Rijk. Dat blijft dus niet. Ja, en waar naartoe? Waar naartoe? Naar het westen. Nou, dat bedoel ik. Ja. Gaan we al. Nou, dus dat is natuurlijk een oorzaak. Daarnaast heb je natuurlijk te maken met Ottomaanse sultans die op een gegeven moment westerse invloeden niet willen. Dus ook geen vernieuwingen overnemen. Waardoor het Ottomaanse Rijk een beetje in verval komt. Hè. De technieken worden om het Ottomaanse Rijk heen ontwikkeld zich door. En in het Ottomaanse Rijk blijft het dus een beetje hangen. En je ziet dus naar dat verdrag, of naar het congres van Wenen, het Concert van Europa wordt ingezet. De grote overwinnaars van Napoleon, die stellen eigenlijk... Het Concert van Europa. Ja. Waarom heet dat zo, joh? Ja, nou ja, dat... is te verklaren natuurlijk, op een gegeven moment is Napoleon verslagen. En wat willen ze? De grote landen, Groot-Brittannië, Rusland, Frankrijk, de landen om Frankrijk heen in ieder geval, die willen ervoor zorgen dat er een soort vrede komt. Hè? Die willen vrede bewerkstelligen. Daar hebben we overigens het Koningshuis aan te danken, hè? Maar dat is weer een ander onderwerp. Daar wil ik het ook graag een keer over hebben. Het Concert van Europa, ja, dat klopt, ja. Ja. Ja, de bedoeling van dat Concert van Europa is om de vrede te bewaren in Europa. En even heel gechargeerd gezegd, wordt er afgesproken als één supermacht ergens voordeel van heeft, dan moeten de andere supermachten ook een bepaalde voordeel krijgen om het in evenwicht te houden. Hè. Ze zochten naar een soort machtsbalans. En een van de slachtoffers eigenlijk van het Concert van Europa is heel vaak het Ottomaanse Rijk. En dat betekent dat op het moment dat een land bijvoorbeeld gebiedsuitbreiding krijgt, dat er vaak van het Ottomaanse Rijk wordt afgesnoept om die gebiedsuitbreiding te compenseren bij de andere supermachten. En daar speelt natuurlijk ook het modern imperialisme speelt een grote rol. Hè. Het verschil tussen het modern imperialisme en het imperialisme van daarvoor is natuurlijk dat... met het moderne imperialisme het echt gaat om een hele land gewoon te bezetten, in feite, in plaats van daar met handelsposten te werken. Dus je ziet dat in 1830 Frankrijk Algerije op een gegeven moment bezet, terwijl dat eerst bij het Ottomaanse Rijk hoort. Zo. Zo, die is eruit, die kikker. Frankrijk bezette ze in 1830 Algerije, in 1881 Tunesië en in 1912 bezetten ze Marokko. Dus je ziet dat Noord-Afrikaanse gebied verdwijnt van het Ottomaanse Rijk. En dat wordt gewoon ingenomen door Frankrijk. Groot-Brittannië, die pakt uiteraard Egypte. En in 1882 maken ze daar een protectoraat van. En Italië bezet uiteindelijk Libië in 1911. Dus je ziet dat al die gebieden in Noord-Afrika, dat die naar de westerse supermachten gaan. En dat het Ottomaanse Rijk dus niks kan doen om dat tegen te gaan. Dus dat is natuurlijk wel het begin van de tegenstelling Westen en
en het Ottomaanse Rijk. Ja, het begin van het einde. Ja. Nou ja, in 1913 op de Balkan dan vallen eigenlijk allerlei groepen uit elkaar. Hè. Die de Grieken, de Roemenen, Servië, Bulgarije, die worden allemaal onafhankelijk van het Ottomaanse Rijk. En ook nu kan dus eigenlijk dat Ottomaanse Rijk geen leger of iets dergelijks op de been brengen om dat tegen te gaan. En uiteindelijk kiest dat Ottomaanse Rijk dan ook om met de centrale mogendheden te vechten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ja, dus je denkt van nou ja, oké, Frankrijk en Engeland, de mazzel. Ja. We kiezen maar voor de Duitsers. Ja, een belangrijk punt is natuurlijk Egypte van Engeland. Dat willen ze willen die Engelsen uit Egypte hebben, zodat zij het Suezkanaal weer terug in handen krijgen. Maar goed, ja, we weten allemaal hoe dat natuurlijk afloopt. Maar tijdens die Eerste Wereldoorlog is het natuurlijk, ja, daar begint de ellende. Je noemde het net al, Sykes-Picot. Maar er zijn natuurlijk veel meer zaken tijdens de Eerste Wereldoorlog, veel meer intriges om het zo maar te noemen, waardoor we nu met de gebakken peren zitten, denk ik. Ja, als je daar nog eens, dus ook wel een aanrader hoor, als je daar nog eens een keer een leuk spel over wil spelen, waarin dit al die intriges en elkaar goed kunnen naaien, dan moet je Diplomacy spelen. Okay. Dat gaat precies hierover. En dat is een spel computer of hoe moet ik dat zien? Ja, dat is een bordspel. Dat is een bordspel en dat is ook dat speelt zich af van de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, waarin ook die grootmachten, zoals we net bespreken, ook met elkaar. Je krijgt een aantal opdrachten. Dus dat betekent dat je een aantal landen moet bezetten. Maar dat kan alleen maar als je dat met iemand anders doet. Maar uiteindelijk blijf jij als enige als winnaar over. Dus moet je op het laatst moet je ook degene met wie jij dus continu samenwerkt, die moet jij dus ook gewoon even flink. Ja, dus moet je ook flink teleurstellen. Ja. Ja, dit is echt een spel waarin je dus daar kunnen echt wel ruzies over ontstaan. Goh, nou laat het nou in het echt ook zo zijn. Ja je ziet natuurlijk de opkomst van de Arabische nationalisten. Nationalisme is natuurlijk sowieso wel een fenomeen wat rond die tijd echt de kop opsteekt over de hele wereld. En de Arabieren die willen eigenlijk zo, zoals Nederland bijvoorbeeld in 1800 wilde, terug naar die Arabische Gouden Eeuw. En eigenlijk tegen de Turken. Er zitten natuurlijk een aantal oorzaken bij. Dus denk daarbij dat Arabisch op een gegeven moment niet meer als taal gesproken werd. Of tenminste niet meer als hoofdtaal. Maar dat Turks het hoofdtaal werd. De bepaalde gewoontes, Arabische gewoontes werden aan banden gelegd. En in 1915 worden er Arabische nationalisten openbaar geëxecuteerd, wat natuurlijk leidt tot een extra boost voor die groepering. En dat zorgt er dus voor dat er een Arabische-Turkse tegenstelling komt. En dat is een tegenstelling die de westerse machten willen gebruiken. En dat is een van de dingen hoe ze dat doen is. De Britten die beloven de Arabieren een groot rijk. Het is nog vroeg. En die Arabieren die zien er wel wat in. Hè. Die willen wel zo'n groot rijk. Zoals we vorige week hebben behandeld. Zijn er een aantal grote Arabische rijken geweest. Dus ja. Die Britten zeggen, jongens, als jullie in opstand komen in dat Ottomaanse Rijk, dan krijgen jullie van ons een grote eigen staat in Saoedi-Arabië, Syrië en Irak. Dus dat is een van de Britse beloftes aan de Arabieren. Nou, je kent natuurlijk wel Lawrence of Arabia. En die heeft daar een rol in gespeeld. Ja, mooie film ook trouwens. Ja, ik heb de film nog nooit gezien, moet ik heel eerlijk toegeven. Ja, dat is wel echt een klassieker hoor. Ja. Nog oude stijl. Volgens mij duurt die ook 3 uur of zo. Zo. Het is nog echt zo'n soort van, ja, dat je in de trant van Ben-Hur en zo. Ja, ik moet hem toch nog een keer kijken. Ik hoor dat je al, dat je geenthousiasmeerd bent om die film te gaan kijken. Ja, sowieso, het lijkt me sowieso een leuke film. Ik heb wel stukjes ervan gezien, maar niet helemaal, zeg maar. Dus,
Maar dat verhaal gaat dan over die Lawrence van Arabië. 1962. Ja. Hè? Dat gaat dan over Lawrence, die Lawrence, hè? Die, ja, 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 ja. Die Engelse diplomaat die uiteindelijk, zeg maar, integreert in de Arabische samenleving in het Midden-Oosten. Ja, maar ik zit dat nou even op te zoeken, jongen. Maar die film ook, ik denk dat ik hem toch wel even kijk. Hij krijgt een 8,3 op de International Movie Database. Maar er zitten ook wel spelers in, hoor. Peter O'Toole, ja. Wie kent hem niet? Alec Guinness, Anthony Quinn, nou, Zorba de Griek. Jack Hawkins, Omar Sharif, jongens, kappen nou. Ja, dit is... jongen, jongen, jongen. Ja, dat is een movie crème de la crème natuurlijk. Ja, dit is... ja, hey, en weet je hoeveel Oscars die heeft gewonnen? Vertel. 7. Zo. Ja, dat is nog in de tijd dat, dat je nog gewoon 7, 8 Oscars voor één film kon krijgen, joh. Niet normaal, man. Best vooruitstrevend in die zin. 1962 is niet zo ver verwijderd van de Eerste Wereldoorlog natuurlijk. Nee, dus best wel een bijzondere figuur toch, die T.A. Lawrence. Ja, ja en, vanaf ze krijgen het ook zover hè, dat de Arabieren meevechten vanaf 1916 aan Frans-Britse zijde. En dat heeft natuurlijk ook wel grote invloed op het verloop van de oorlog. En het grappige, ik weet niet of het grappig is, maar... De Eerste Wereldoorlog is echt een oorlog van uitputting. Zowel voor de geallieerde kant als de Duitse kant. En het is niet zo dat de Duitsers er zodanig slecht voor stonden dat het overduidelijk was dat zij gingen verliezen. Helemaal niet. Zeker niet op het moment natuurlijk dat de Russen op een gegeven moment een eigen probleempje krijgen en zich terugtrekken uit die Eerste Wereldoorlog. En om toch een beetje ervoor te zorgen dat er nieuwe geldstromen naar het westen komen, naar vooral Engeland en Frankrijk, gaan de Britten nog een belofte sluiten. En dat doen ze met de Joden. En dat doen zij door middel van de Balfour-declaratie. Ja. Hey, maar ik neig toch elke keer weer terug naar die T.A. Lawrence, joh, want dat is toch wel, dat klinkt toch ook als een spannend jongensboek. Ik zie dat ook helemaal voor me, joh, dat zo, over hoe die dan met elkaar in contact komen. Zo'n emir, zo'n Arabier, die zie ik dan ook met zo'n hè, zoals je nu die Arabieren in Saoedi-Arabië ziet, die zie ik dan in Cairo, in zo'n café zitten. En dan heb je zo'n geheime afspraak en daar komt dan die geheime agent T.A. Lawrence. En die moet dan met die vent in gesprek om dan met elkaar te gaan afspreken hoe ze dan die Turken gaan aanpakken, weet je wel. En hoe je dus iedereen kan mobiliseren om dan tegen die lui te vechten. Ja, ik snap wel dat die film 7 Oscars heeft gewonnen. Ja, nou ja, ja, dat... ik zou zeggen, ga hem kijken. Als je hem nog niet hebt gezien, kijk hem. Ik ga hem ook ergens een keer bekijken bij een vrij moment. Wat vrij schaars is, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, ook die Arabieren die hebben ook dus wel een hang naar onafhankelijkheid. En dat vinden ze dus in die Hoessein. Hoessein die overigens dan ook zegt dat hij een afstammeling is van Mohammed. Ja, ja, dat komt wel even handig van pas natuurlijk. Ja, ik speel de Mohammed kaart. Ja. Ik ben een afstammeling van. Ja, waarom? Hoe dan? Ja, bewijs. Ja, nou ja, goed, ze krijgen het wel voor elkaar natuurlijk. Dus dat is wel, wel knap, enerzijds. Maar ja, maar dat vind ik wel, dat vind ik dan ook wel interessant. Want dan wordt er ook door de Turken wordt er een jihad uitgeroepen. En dan weet die Hoessein, die heeft dan toch wel best wel veel macht. Want die weet het dan toch te ontkrachten. En dat speelt voor de Engelsen speelt dat dan wel aardig in de kaart. Want daardoor worden dus al die miljoenen moslims die dus bijvoorbeeld in Arabië wonen. En in die richting Afghanistan en in India ook. Die zorgen gewoon ervoor dat ze rustig blijven. En dat, dus dan is die Hoessein is best wel een... die wil je dan wel aan je kant hebben. Ja, precies. Want het gaat inderdaad om een jihad tegen het Westen. Tegen de Westerse geallieerden. Ja. En hij weet dat inderdaad te ontkrachten. Dus dat is een krachtige... Hoe zeg je dat? Bondgenoot. Bondgenoot, ja, precies. Ja, die wil je er wel bij hebben. En daar gaan ze hem ook dingen beloven. En daar wordt het dan echt fucking sneaky. Want daar gaan ze hem inderdaad dingen beloven. Ah, weet je wat, als jij met ons meevecht en je krijgt voor elkaar om dat leger op de been te brengen, dan krijg jij van ons
Syrië en Jordanië. Ja. Afspraak? Ja, afspraak. Hand erop. Ik zie dat dan ook zo met allebei van die dikke sigaren in de mond. Goed. In zo'n café. En dan heb je dat afgesproken. Ja. Deal, deal. Ja. Maar dat je dus al weet... Ja, die Lawrence of Arabia die wist dat dus niet, blijkbaar. Maar dus achter de rug om... worden er dan al afspraken gemaakt om dat Transjordanië, zoals het dan heet, om dat dan maar zelf te houden? En waarom? Ja, er zit daar olie in de grond. Ja, ja precies. Kijk, ze zeggen wel, je moet de huid niet verkopen voor de beer geschoten is natuurlijk. Maar dat deden de Fransen, de Britten en in eerste instantie de Russen ook. Hè. Die hadden al afspraken gemaakt hoe zij het Ottomaanse Rijk gingen opdelen onder elkaar. En ondertussen speelden dan die Britse beloftes aan die Arabieren, die ze dus eigenlijk al wisten van, dat kunnen we helemaal niet waarmaken. Want ja, die gebieden gaan we of zelf houden, of die zijn voor de Fransen of de Russen. Dus dat is natuurlijk wel een intrige. Maar er komt er nog gewoon een intrige bovenop, en dat is die natuurlijk met de Joden. Hè, Joden zijn... Oh ja, die zijn er ook nog. Ja. Nou, de Joden zijn uiteraard vrij rijke bevolkingsgroep, hè. Die mochten eigenlijk geen andere beroep uitoefenen als met geld omgaan. Nou, dat hebben ze door de eeuwen heen hebben ze dat goed gedaan en zijn redelijk rijk. Dus om die Joden aan de kant van de Fransen en de Britten te krijgen, beloven ze rij aan de Joden hun eigen land. En dan moet jij eens raden waar. Ja, ik denk dat dat dan ergens ook weer in het Midden-Oosten is. Hè? Palestina ergens in de buurt. Ja, zit redelijk warm. Ja, dat klopt, ja, in Palestina. Wat natuurlijk bijzonder is, want dat is ten eerste is dat nog niet, überhaupt nog niet van de Britten of de Fransen. Ten tweede behoort dat tot het nieuwe grote Arabische Rijk. En ten derde moeten ze dat ook nog even met Frankrijk aftikken, want ja, wat vinden de Fransen daar eigenlijk van? Dus ook dit is weer zo'n intrige die er dan bij komt, zo'n belofte. Waarvan de Britten maken, maar van tevoren ze hebben van nou, we zien wel wat er van komt. En dat maakt natuurlijk het hele, het is zeg maar weer een ingrediënt om die boel te laten ontploffen. Ja, en om de Arabieren flink te naaien. Ja. En de laatste, en we hebben hem al een keer genoemd, is natuurlijk Sykes-Picot. Het Sykes-Picot-verdrag is eigenlijk... en ik heb het gelezen, ik heb het boek over gelezen. Het is het was op een kaart en ze hebben gewoon een paar lijntjes getrokken om de gebieden te verdelen. Want het bijzondere is, hè, de Fransen en de Britten worden altijd gezien als elkaars matties. Zeker tijdens de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. Maar dat is helemaal niet zo, want die Fransen en die Britten die zijn al eeuwenlang met elkaar aan het steggelen om een gebied. Ja. Echt vrij lange oorlogen, de 100-jarige oorlog tussen Engeland en Frankrijk. Nou ja, die tegenstellingen zijn gewoon zo groot dat die lopen gewoon door tijdens die Eerste Wereldoorlog. En wat blijkt, de Fransen, die zijn gewoon, en de Engelsen ook trouwens, maar de Fransen die zijn gewoon bevolkingsgroepen aan het ophitsen tegen de Britten tijdens de Eerste Wereldoorlog in het Midden-Oosten. Ja, dat is ook wel een klassieker, hè? Dat... Ja. Dus het is gewoon ongelooflijk. En de Fransen bewapenen ook die bevolkingsgroepen om in opstand te komen tegen de Britten. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, waar ze samen tegen de Duitsers vechten. Ja, dat is bizar, toch? Dat is een bizar spelletje wat daar gewoon gespeeld wordt. Dus op een gegeven moment... Ja, dit vind ik altijd dan zo mooi, hè? Als we dan altijd zeggen, ja, dit is dus, dit is allemaal niet zo zwart-wit als dat je zou willen. Nee, precies. Of dat je hoopte. Precies. Maar goed, uiteindelijk besluiten die Britten en die Fransen van oké, wij moeten even stoppen hiermee, want we zijn elkaar kapot aan het maken terwijl wij tegen Duitsland aan het vechten zijn. Laten wij het Midden-Oosten gewoon even opdelen. Even gewoon heel simpel, een paar lijntjes op een map, op een kaartje. Een paar lijntjes op een kaartje en dan het noorden is van de Fransen, het zuiden van de Britten. En er zit nog een stukje Rusland bij, Italië, een Turkse staatje, een heel klein Turkse staatje. Gebied rond de... Is het de Zwarte Zee? Daar wordt een internationale zone. Dat schrijven ze gewoon even zo op een kaartje. Dan spreken ze met elkaar af, ook met de Russen. En daar zit een dingetje in die Russen. Want die hebben op een gegeven moment in 1917 te maken met een
burgeroorlog eigenlijk en een revolutie. Ja. En die Russen, die geven de Arabieren de informatie over dat Sykes-Picot-verdrag. Oh, grappig. Ja. Dus ja, daar zijn de Arabieren uiteraard niet zo heel blij mee. Maar ze kunnen ook niet echt heel veel anders meer. Want ze zijn al in opstand tegen de Ottomanen. Dus als ze er nu mee zouden stoppen, ja, dat gaat niet, zeg maar. De point of no return die is al lang geweest. Ja. Maar ja, ze weten ondertussen al wel dat ze in een poepetje genomen worden. En ja, dan heb je ook nog eens na de oorlog dat die Joden komen van ja, hey gasten, nou willen wij onze staat in Palestina. Ja. Ja. En dan is het dus eigenlijk de vraag van waarom mensen nog verbaasd zijn dat er tegenstellingen zijn tussen het Midden-Oosten en het Westen. Ja, want dit is volgens mij echt wel het begin van alle ellende. Maar ja, toch wel even terug naar die Hussein. Want hey, die krijgt dan op een gegeven moment door in Parijs volgens mij. Ja, leuk dat je hebt meegeknokt, maar je krijgt helemaal niks. Ja. Oh ja, je krijgt toch wat. Je krijgt een woestijn. Ja. Je krijgt een stukje woestijn. En dat is wat nu het huidige Saoedi-Arabië is. Ja. En dat is wel grappig, want dan denk ik, zou die man die gisteren de Saoedi-Arabische ambassade hebben beschoten, zou die dit ook allemaal geweten hebben? Ja, dat is de vraag. Echt bizar, joh. Ik denk het niet. Ik weet wel dat de IS wel een keer heeft gerefereerd aan dat Sykes-Picot-verdrag, hè, dat ze dat ongedaan hadden gemaakt, volgens hun. Nou, huh? Hoe hebben ze dat gedaan dan? En ze hebben natuurlijk grote gebieden toen veroverd, hè? Grensdoorbrekend. Oh, zo, ja, met het kalifaat. Ja. Dus toen beweerden ze van, we hebben het Sykes-Picot-verdrag eindelijk teniet gedaan. Daarmee weer, ik wil echt absoluut niet voor het IS pleiten of iets dergelijks. Ik bedoel... Laat dat even duidelijk zijn. Duidelijk zijn voordat mensen gekke gedachten krijgen. Nee, maar je gaat wel, kijk, ooit hebben dus anderen over gebieden bepaald waar zeg maar de bewoners helemaal niks over te zeggen hadden. Ja, ik begrijp dan wel dat je op een gegeven moment denkt van, ja, wie zijn jullie dan om daar even een paar lijntjes te trekken en te zeggen, ja, nu zijn wij in Jordanië en nu zijn jullie in Syrië en nu zijn we, weet je, dat, ja. Het is hetzelfde als in dus, Afrika natuurlijk eigenlijk, hè? Ik bedoel, in Afrika heeft het Westen ook gewoon lijntjes getrokken. Alleen, ja, hun woede zit nog onderling, denk ik. En is niet gekanaliseerd nog naar het Westen. Maar eigenlijk is daar natuurlijk hetzelfde gebeurd. Nee, maar ik heb nu wel het idee dat, dat alles wat er toen de tijd... Hè, en dan denk je van, ja, dat is al 100 tot 200 jaar geleden. Ja, toch denk ik dat mensen het niet vergeten, hè. En nu ontploft het in je gezicht. Dus, bedankt. Ja, bedankt. Ja. Ja, ja want dit is natuurlijk niet het enige. Hè. We hebben nu de Eerste Wereldoorlog. Frankrijk en Engeland hebben hier grote parten in gespeeld. Maar ja, na de Tweede Wereldoorlog is er nog een nieuwe supermacht. Hè, Amerika. En die wil ook graag olie hebben. En die begint ook met zijn politieke intriges in het Midden-Oosten. Nou ja, die beginnen als eerste toch die Hussein ook te helpen in Saoedi-Arabië. En uiteindelijk komt het voor Hussein komt het wel echt wel heel goed uit dat hij daar dat hij in die woestijn is geplant. Want... Toen dachten ze, nou hier heb je dat stuk woestijn successen mee. Maar ja, volgens mij zit daar de meeste olie van de hele wereld. Ja, ja en dat is met behulp van de Amerikanen is dat, ja, is dat boven water gekomen. Dus, en dat vind ik dan ook wel zo interessant dat zeg maar de samenwerking of in ieder geval die banden tussen Saoedi-Arabië en Amerika, dat die zo hecht zijn. En dat, ik heb ook het idee dat heel veel mensen dat ja, gewoon niet weten of dat ja, dat maar die zij leveren olie, nou, zij betalen ervoor, ja, dan kan zo'n land echt super rijk worden. Maar wat je wel ziet, is dat zo'n land ontzettend teruggrijpt op zijn tradities, want het is een heel, hoe heet het, traditioneel en, nou ja, terug naar de, hoe noem je dat, terug naar die basis. Hè, die islamitische normen en waarden. En, is daar ook sharia-wetgeving? Nou ja, in ieder geval... Het zal er wel tegenaan zitten, denk ik. Ik weet niet of het echt helemaal de sharia-wetgeving is, maar het zit er wel tegenaan. Nou, ik weet niet, als jij een pakje kauwgom in Riyadh steelt, gaat dan je hand eraf? Ja, ik weet niet. Ik denk het wel. Ik weet wel dat vrouwen niet mogen rijden. Ik weet niet of dat...
Ik weet niet of dat al in de Koran stond, dat vrouwen niet mochten autorijden. Maar... Nee, ik weet niet, maar volgens mij wordt die positie wel steeds meer verbeterd. Maar in ieder geval, ja, het is een heel... wat erg zeg, ik kan niet op dat woord komen. Ik weet het ook niet. Fundamentalistisch. Fundamenteel. Nee. Als je niet wil veranderen en je houdt... Conservatief. Lekker, dat was hem. Conservatief. Ja. Ja, dat klopt. Conservatief land. Het grappige is ook, ik weet niet of jij dat weet, maar de CIA heeft bijvoorbeeld Saddam Hussein ook aan de macht geholpen in Irak. Ja, in Irak. In Iran, zeg maar, die waren heel vooruitstrevend. Hè? Als je een plaatje uit 76 ziet, lijkt het wel of je gewoon in een westers land bent. Ook die Shah daar, die is aan de macht gekomen met hulp van het Westen. Die is dan uiteindelijk afgezet door Khomeini. Waardoor het weer een streng islamitisch land werd. Maar zo zie je dat in dat hele Midden-Oosten, dat ja, overal intriges zijn gespeeld. Omwille van olie, hè? Want daar gaat het uiteindelijk om. Olie. Exact. Maar dit vind ik wel echt wel voor een deeltje 3, hoor. Ja, tot je nu in één keer de Amerikaanse invloed in het Midden-Oosten. Ja, we kunnen er een deel 3 aan plakken. Dat kan. Ja, joh, waarom niet, joh? Okay. Als je kijkt naar Dan Carlin met zijn hardcore history, die heeft geloof ik 20.000 delen over de Eerste Wereldoorlog van 4 uur lang. Ja, dan kunnen wij dat ook. Ja. Nou, lijkt me een goed idee. Okay. Ik weet niet of jij nog iets nu hebt over deze... intriges, hè, de Balfour-declaratie, Sykes-Picot en Arabische belofte. Ja, kijk, ik probeer daar natuurlijk wel een beetje neutraal in te staan, maar als je kijkt naar hoe door de opkomst van dat sionisme, weet hij, die Herzl of zo? Ja, Jozef Herzl. Ja, kijk, weet je wat het is? Als je dan in één keer geld hebt en je gaat dan naar die gebieden toe in Palestina en je gaat naar die Arabieren toe en je zegt van, weet je wat, ik koop gewoon jouw land, dan is het in één keer van jou. Dus dan ontstaat er in één keer een lappendeken met heel veel grondgebied wat dan door Joodse mensen wordt gekocht. Omdat je dan uiteindelijk al een soort van Joodse staat wil gaan stichten daar zo. Ja, ik weet, ja... Nou ja, je ziet nu wat de problematiek. En nu gun ik iedereen zijn eigen landje, hoor, daar niet van. En ik snap ook zeker wel dat na de Tweede Wereldoorlog de noodzaak is om Joden een eigen land te geven. Die was wel erg. Ja. Maar ik kan me ook best wel voorstellen dat hè, dat is ook zo'n gedachte die er dan heerst. Ja, in West-Europa hebben we 6 miljoen Joden afgemaakt. Waarom moeten ze dan in één keer hier naartoe komen? Waar moeten wij daar dan land voor opgeven? Ja, dat is. Ik zag een keer een. Ik weet niet of het echt een spotprent is. Of het is in ieder geval zo'n politiek cartoonachtig. Die ik ook in mijn les wel eens gebruik. En dan zie je eigenlijk een Jood en een Arabier tegenover elkaar. Een beetje met elkaar ruzieën. En je ziet dan zeg maar, hun onderlijven verstrengelen dan naar elkaar. Naar een gezamenlijke wortel, zeg maar. En dat is natuurlijk wat er aan de hand is. Hè. Ze hebben gezamenlijke roots in dat Palestina. En de vraag is natuurlijk: ja, wat voor claim kan je maken op een gegeven moment? Hè? De Joden, ja, we komen er vandaan. Palestijnen, ja, we wonen er al eeuwen. Ja. Wie heeft gelijk, wie heeft recht? Ik vind het lastig. Kijk, als ik mijn huis verkoop, dan kan ik, of mijn huis uitgezet wordt en die wordt van iemand anders, dan kan ik niet. Nou ja, weet je, kijk, dat huis terugclaimen natuurlijk. Kijk, het gaat over die filosoof Rousseau. Die zegt ook, ja, het moment dat iemand komt en er bij een groep mensen en die zegt, nou ja, hey, binnen deze paaltjes die ik hier nu sla, dat is mijn stukje land. Dat is dus mijn bezit. Het is van mij. Ja, dan krijg je onrust. Nou, de rest is geschiedenis. Ja, dat is zeker waar. Moeilijk. Het zijn moeilijke onderwerpen. Ik denk dat wij er niet uitkomen. Ondanks ons scherp filosofische brein op deze ochtend. Zekers. Maar het gaat om meer inzicht geven. Ja. Om meer gewoon te begrijpen waar die sentimenten vandaan komen. Ja. En nogmaals, Pascal en ik praten zeker geen geweld goed. Van niemand niet. Geweld is nooit de oplossing. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat als je dusdanig in het nauw zit, dat je dan
Ja, kan ik me wel voorstellen dat je dat dan op een gegeven moment als enige uitweg gaat zien, omdat je zo machteloos bent Precies. en zo wordt genegeerd en in de verdrukking raakt, dat je dat dan, ja, dan is dat dan nog het enige wat je zou kunnen. Ja, dat is Waarbij ik dat nog niet goed praat, maar. de sleutelbegrip, hè, machteloosheid. Ja. Ja. Oké. Wil je me afsluiten al, of heb je nog een zeer zinnig. Nee, ik heb geen uitsmijter. Ja, nee, geen uitsmijter. Oké. Nou ja, dit was Nee. dan part 3, of part 2, part 2 van onze Midden-Oosten. Gaan we nog een deel 3 maken over. Ja, joh, we gaan nu door. Nu gaan we We door. gaan door, oké. Dan wordt volgende week wordt onze deel 3 dan. Oké. Dus dan zie ik jou binnenkort weer. Dus nou, dan wil ik je weer eens bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Hebben jullie nog vragen of opmerkingen? Stuur ze dan naar geschiedenis@paulushistoricus.nl.